onze aannemers die voor ProRail aan het werk zijn vertellen hoe zij het werk precies uitvoeren. En vandaag staan wij hier als ProRail om iets meer te vertellen over de spoorverdubbelingen rondom Utrecht. In een wissel kun je twee kanten op. Als we nou rechtsaf aan het werk zijn, dan klemmen we het wissel zo dat de trein eigenlijk alleen maar naar links kan. We zijn aan de dag van de bouw gekomen om eens te zien wat er allemaal gebeurt in de bouw. Maar ik vind dit soort dagen, dat geeft je gewoon een andere kijk op dingen die er gebeuren. Je gaat normaal alleen met de trein weg, maar je ziet nooit wat er gebeurt. En ik denk dat het heel belangrijk is wel om te zien wat gebeurt er allemaal om iets mogelijk te maken. En ze vinden het zelf ook heel interessant. Het is heel leuk om naar te kijken. Ze zijn de rails precies tegenover elkaar aan het leggen. Dus ik denk dat ze deze dan uit gaan halen en er weer een nieuwe tussen doen. Ja, we moeten op de centimeters of op de millimeters nagemeten worden. Ja, op de centimeters, want die spleet die was ook zo groot ongeveer. Ja. Is er gewoon een treinstoplicht of zo? Dat is een treinstoplicht. Ja. Een van de hele bijzondere dingen is de zogenaamde stopmachine. Dat is een machine die het spoor stopt. En wat houdt dat dan in? Nou, dat is eigenlijk een machine die het spoor netjes recht legt. Hè, als je het spoor gebouwd hebt, dan zitten er altijd wat golfjes en wat bobbeltjes in. En je moet er eigenlijk voor zorgen dat het spoor helemaal recht gelegd wordt, zodat je met de trein er met een hoge snelheid overheen kan rijden en dat dat ook comfortabel voelt. Zorgen dat de reizigers gewoon comfortabel in de trein zitten. Nou, we hebben eigenlijk gekozen voor Utrecht als de dag van de bouw, omdat hier meerdere projecten een open dag hebben. Dus we zijn hier begonnen en we gaan straks ook nog op de verbouwingen van Hoogkaterijnen kijken. Ik zie de stad.